van, van wat ik doe. Maar ik voelde gewoon heel, heel sterk van, hé, maar volgens mij kan dit wel eens zijn waar ik eigenlijk naar op zoek ben. Dat is toch veel meer de, ook de stabiliteit in mijn inkomen. Omdat ik wel, ik heb eerdere ervaring met dit soort bedrijven. Ik heb in 2015 heb ik het een aantal jaar gedaan en toen heb ik heel veel, heel succesvol daarmee geweest bij een ander bedrijf. En toen keek ik ook naar mijn vision board en eigenlijk alle foto's die ik dus daar ook op had geplakt van hoe ik me voelde, waren eigenlijk ook uit die tijd. Ja. En toen was het wel van 1 en 1 is 2, van hey, volgens mij, ook al kan mijn hoofd misschien bedenken van, oh ja, ik ga het geld hiermee verdienen. Maar laat, hè, God, het universum, mijn intuïtie, mij nu toch wel zien van, hey, volgens mij mag je een andere weg daarvoor gebruiken. En het was gewoon zo, alles klopte gewoon ook qua gevoel en de opportunity, de kans, de producten, het bedrijf, het contact wat ik had gehad met de eigenaren, dat ik echt voelde, ja, volgens mij is dit wat ik mag doen. En al ingegaan. Toen heb ik binnen een paar maanden, eigenlijk, ik vind dat heel erg mooi met iets wat ik niet bedacht had dat ik ooit ging doen. nu een six-figure inkomen per jaar, wat gewoon passief is en wat ook gewoon doorloopt. Als ik dus hier lekker met mijn snorkel in de zee in Thailand lig, of lekker mijn kokosnoot aan het drinken ben. En dus niet meer het gevoel van ik moet heel de tijd werken. Ja. Maar ik wil werken. Ja, dat is wel heel mooi. Want ik denk dat dat voor heel veel vrouwen, laat even weten als je het herkent met een eentje. Het is trouwens 11-11, dat is wel mooi. Dat herkent. Want dat is ook de reden waarom ik dit jaar ben begonnen met het genereren van passief inkomen. Omdat ik hou van wat ik deed, hè, het coachen. Ik hou heel erg van het coachen. Maar de stress voelen, dat ik daar constant klanten voor moet vinden. Dat onderliggende gevoel, dat vond ik heel, heel naar. Ik denk dat dat voor heel veel vrouwen ook, ik zie het hier ook, heel erg herkenbaar is. Ik denk een andere vraag die veel vrouwen ook hebben, en ik zie een aantal vrouwen die ik ken, hè, ik bedoel Risma, Roos, Nicole, ik ken Roos en Risma ken ik echt ook al wel wat beter. Ik zit te kijken of er andere namen tussen die ik echt goed ken. Een aantal hele leuke dames ook uit mijn succesteam. Ik weet dat een vraag die zij misschien wel hebben is van, ja, oké, maar het klinkt allemaal heel mooi, maar hoe doe je dat dan? Weet je, hoeveel werk gaat erin zitten? Hoe kom je feitelijk van waar je nu bent, hè? Eigenlijk geen ervaring met het businessmodel. Ik zal trouwens heel kort even uitleggen, jongens. Het businessmodel is dus een combinatie van affiliate marketing aan de ene kant en aan de andere kant teambuilding. Dat is eigenlijk wat Maaike doet en dat is ook waar ik mee begonnen ben. En Maaike, kan jij vertellen hoe je nou, als je vanaf scratch begint, hoe je dat dan gaat doen en hoe je eigenlijk zo snel ook naar die passieve cijfers kan komen? Ja, zeker. Dus voor mij zijn het eigenlijk twee dingen en dat is toch een stukje energetisch, hè? Dus jouw energie erachter. Dus daar ga ik ook wat over vertellen. En de andere stukje natuurlijk gewoon het praktische, want we zullen er ook echt wat voor moeten doen. Het is niet, ik lig er en moet ook uit op het strand kokosnoten drinken en het gaat allemaal vanzelf. Ja. I put in the work. Maar het is denk ik wel mooi van, dit keer toen ik hiermee begon, toen had ik natuurlijk eigenlijk al een netwerk. Maar de allereerste keer toen ik in deze business terecht kwam, even terug naar 2015, toen had ik nog helemaal geen netwerk. Ik had 200 Facebook vrienden, mensen van vroeger, familie, niemand die er interesse in had. Dus toen heb ik dat ook helemaal vanaf scratch moeten uitbouwen. Dus dat is waarschijnlijk het punt waar een aantal van jullie ook op staan. Dat je denkt, ik heb ook geen groot netwerk. Hè? Waar vind ik dan al die mensen die daar interesse in hebben? Dan denk ik van dat het eerst belangrijk is om te kijken naar het stukje energie erachter. En dat is ook wel iets wat ik bij jou zie, Sophie. Van jij bent hier gestart en jij hebt echt besloten van ik ga dit no matter what, ga ik dit werkend maken. Ja. En dat is uiteindelijk ook de energie waar ik ooit mee begonnen ben. In 2015 en eigenlijk nu weer. Dat ik echt voelde van, maar ik wil gewoon echt een grote verandering maken in mijn leven op het gebied van mijn financiën en mijn vrijheid en alles wat voor mij belangrijk is. Dat het als eerst echt een grote beslissing was van ik ga dit gewoon doen en ik ga gewoon zorgen dat dit gaat werken. Ook al heb ik geen idee hoe, ik heb hier geen ervaring mee. Maar wel echt een hele steady energie van ik ga zorgen dat dit werkt. Ja. En ik denk dat die energie, dat je dat nodig hebt om uiteindelijk mensen te kunnen vinden die ook aanhaken. Ja. Dus die jouw verhaal horen of jij shared van hey,
Ik heb misschien iets een mooie toffe kans voor jou, hè, waarmee je passief inkomen kan verdienen. Jouw energie daarachter is heel erg belangrijk. Dus ik denk dat het als eerste begint dat jij echt gewoon 1000% het besluit maakt van oké, ik heb geen idee hoe ik het ga doen. Ik heb hier geen ervaring mee. Maar ik vertrouw die gekke Maaike en Sophie. Zij zeggen het is mogelijk. Well, let's do this. Hmm. Omdat jouw mensen die je gaat spreken, die willen van jou voelen in jouw energie dat jij hun echt kan gaan helpen met het verdienen van geld. Ja. En ik denk dat iets is wat ik toen de tijd ook had. Echt een soort van Pippi Langkous, maar wel echt met een kinderlijk vertrouwen van ik heb het nog nooit gedaan, maar weet je wel. Ja, ik zal het wel kunnen. Ja, ja, ja. En ik denk dat de reden is waarom ik toen de tijd nog echt zonder netwerk en nu weer, weet je wel, zoveel mensen gewoon aan kan trekken die mee willen gaan op mijn trein. Omdat ik gewoon weet, mijn trein gaat naar de eindbestemming en we gaan niet stoppen voordat we daar aangekomen zijn. En als je instapt, en dan kan je op mij rekenen dat we gaan samen gaan uitzoeken hoe we dit werkend kunnen maken. Ja. Dus dat is even een stukje energie erachter. En ik denk dat praktisch is het gewoon echt ook echt de actie durven nemen die erbij komt kijken. Dus dagelijks werken aan het laten groeien van je bereik. Hè? Dus je social media, Facebook, Instagram, maar ook kijken, hè? Wie ken ik? En zeker niet voor mensen denken dat je denkt van diegene zal er wel geen interesse in hebben. Of die zal niet, die heeft al een baan of die heeft al een bedrijf. Dus die zal wel niet. Echt nooit voor mensen denken. Want ik denk dat als je kijkt naar mij of naar Sophie, dan zouden mensen daarvan gezegd kunnen hebben van die gaan nooit deze business doen. Sterker nog, ik weet dat er iemand in jullie team is die mij heel graag had gewild. En dat Sabia uiteindelijk, hè, die heeft mij gecontact over iets heel anders. Want zij zit in mijn Passief Inkomen Academy. Ja. Ik weet dat die andere persoon zegt van Sof gaat dat, weet je, die is daar nog niet klaar voor of die wil dit niet. Maar je weet het niet. Mensen haken aan op energie. En ik ben echt op Sabia haar energie aangegaan. Als er misschien iemand anders aan me gevraagd had, had ik misschien gedacht van dit is niks voor mij. Maar de energie wat je zegt daarachter is zo belangrijk. Want bij Sabia kreeg ik helemaal niet het gevoel van dat dit iets zou zijn wat niet bij mij zou kunnen passen, snap je? Dus heel interessant. Ja. Ja, Sabia heeft ook echt gewoon, die heeft gewoon echt besloten van ik heb hier mijn vlag neergezet. En ik ga hier niet stoppen voordat het me gelukt is om heel veel vrouwen te leren hoe ze hier geld mee kunnen verdienen. Ja. En dat voel je en dat is waar je dan op aanhaakt. Ja. Dus ik denk dat gewoon heel erg belangrijk is om bij jezelf eens te kijken van hoe ben ik eigenlijk met al ingaan in iets? Of ben je iemand die continu van het een naar het ander hopt, maar eigenlijk niet echt, weet je wel, dingen echt doorzet of afmaakt? Ja. En dan is het denk ik wel interessant om te kijken, wat kan je daarin veranderen? Ja. Oké, en het praktische stuk. Want het energetische stuk, ik denk dat heel veel van ons, het is goed dat je het aanstipt en het is goed om ook te voelen. En dat stemmetje blijft dan in je hoofd, maar hoe dan? Hoe ga ik dat dan leren? Hoe kom ik daar dan? Ja, dat is eigenlijk wel heel erg leuk. Want we hebben, als je start in deze business, hebben we letterlijk eigenlijk alles voor je al uitgekoud. Ja. Met stap voor stap voor stap voor stap. We hebben een hele academy voor je klaarstaan met allemaal korte video's van hoe ga je bijvoorbeeld viral op social media hiermee? Hoe kan je oneindig potentiële klanten of potentiële teamleden aantrekken? Maar ook wat zeg je dan als iemand meer informatie vraagt? Eigenlijk, het is allemaal veel te veel informatie om hier in de masterclass dan uit te leggen. Maar we've got your back. Like, we hebben een hele cursus daaromheen voor je gebouwd. Waarin je gewoon een stap voor stap kan volgen. We hebben ook meerdere calls elke week. Waarvan één bijvoorbeeld een call is waarin je gewoon een uur lang mee wordt genomen. Stap voor stap, welke dingen moet je nu dagelijks doen? Eigenlijk een soort van daily mode of operation. Om een succes te maken van deze business. En ik denk dat een van de dingen die we natuurlijk heel erg doen is samenwerken. Dus net als dat ik hier nu bij Sophie kom helpen met haar mensen. Omdat zij ook net gestart is en nog niet alles weet. En dat doen we eigenlijk met iedereen. Dus iedereen krijgt een soort van zijwieltjes in het begin. Ja. degene die jou ingeschreven heeft en de rest van het team zijn echt een soort van zijwieltjes. En die ga je gewoon alles gaandeweg leren, stap voor stap, om het te doen. Totdat je uiteindelijk kan fietsen en gewoon weet hoe je dit doet. En dat vind ik wel, dat heeft mij, even voor de vrouwen die dat interessant vinden. Kijk, ik ben natuurlijk
een week, hè jongens, ben ik hiermee begonnen. Ik heb nu geloof ik 25 vrouwen die zich hebben ingeschreven bij mij. En wat mij heel erg verbaasd heeft. Ik heb mezelf altijd gezien als een beetje een solopreneur, weet je wel. Ik deed altijd alles alleen. En nu pas, nu ik bij jullie terecht ben gekomen, realiseer ik me hoe zwaar ik dat eigenlijk heb gevonden. En ik kan eigenlijk bijna huilen als ik het zeg. Maar als ik denk aan de afgelopen jaren en ook de afgelopen periode, hoe heftig het was om alles in mijn eentje te dragen. En ik heb natuurlijk wel vrouwen in mijn team, maar goed, die moet ik aansturen. Die doen niet per se iets uit zichzelf. Ik moet zeggen, je moet dit doen. Dus alle verantwoordelijkheid ligt altijd bij mij. En vanaf het moment dat ik bij jullie ben ingestapt, word ik zeg maar gedragen. Ik heb een heel team tot mijn beschikking. Ik heb de CEO's tot mijn beschikking die met me meedenken. We bedenken toffe dingen om vrouwen te begeleiden. Weet je, het is echt samenwerken. En dat is zo'n... dat heeft mij zo positief verrast. Dat ik denk van, oh wauw, wat heerlijk. En het idee dat je gewoon kan bouwen. En als er dan straks een keertje wat is, dat je mensen hebt met wie je het daarover kunt hebben, weet je wel. Dat je niet alles in je eentje hoeft te doen, dat vond ik echt ook vind ik echt een verademing. Ik weet niet hoe jij dat ervaart? Ja, hetzelfde. Want ik had die ervaring natuurlijk al. En toen ben ik eigenlijk uit deze business gestapt om mijn eigen business te starten over intuïtie manifesteren en al die dingen. Ja. En ik vond dat enorm zwaar. En ik denk ook dat de reden is waarom begin vorig jaar een nieuw vision board maakte. En dat was ook omdat mijn man tegen mij zei van, ik wil jou niet meer zo zien zitten achter jouw laptop. Ja, hij zag echt dat ik gewoon eigenlijk ongelukkig van werd. Ja. En dat was instant wat ik weer voelde van, ook wat ik al die tijd miste. Ik miste het samenwerken met de vrouwen. En ik denk ook van, dat als je kijkt bijvoorbeeld, hè, van bijvoorbeeld de moederschap, ze zeggen het er ook van, it takes a village to raise a child. Hè? En uiteindelijk zie ik, ons bedrijf is ook een beetje een kindje, toch? Ja, zeker. En als je dat helemaal in je eentje moet doen, het is hartstikke zwaar. Terwijl nu een soort van gezamenlijke visie hebben, een gezamenlijk doel en... Ja, het maakt het allemaal gewoon veel lichter. Ja, ja, en ik zie Kim ook al. Ja, zeker. Ik zie Kim ook al. Ik neem aan dat dit de Kim is die in mijn succes en mijn VIP-team zit. Ze zegt, ik ben een week geleden ook volle bak ingestapt en voel dit echt al. Voelt enorm gedragen. En dat is echt zo. Als je ergens tegenaan loopt, dan app je mij. Ik maak three ways aan, weet je, bijvoorbeeld of met Mike of met Sabia. En we kijken echt, hoe kunnen we jou nou specifiek helpen naar je eerste doel? Dat zegt mijn marketingreis ook. Dat vind ik het voordeel aan. Je doet het samen. Stok achter de deur. En ik denk dat het goed is om heel even kort. Want ik kreeg een vraag van Anouk. Die zei, waar gaat het nou eigenlijk over? Ga je nou producten verkopen of iets anders? Dus ik denk dat het goed is dat we dat ook even uitleggen. Kijk, wat mijn doel heel erg is... ik wil jullie helpen naar financiële vrijheid. En we kunnen heel uitgebreid gaan uitleggen hoe Govee werkt. En wat voor betalingssysteem ze allemaal hebben. Maar dat is denk ik niet zo heel interessant. Ik ben er eigenlijk ingestapt zonder dat ik dat allemaal wist. Ik heb vooral gekeken. Hey, Maaike, Caroline, die hebben jullie nog niet ontmoet. Maar die gaan jullie ook wel ontmoeten. Sabia, Angel. We hebben twee angels. Een CEO angel en een angel in Canada. Zij maakt echt six figures een maand. Ik had overigens bij Maaike gezegd een maand, maar het is een jaar. Maar dat komt omdat ik in mijn hoofd altijd vet slecht ben met cijfers. Dus weet je wel, 20.000 euro per week, dat is eigenlijk, dat is vijf figures. Maar goed, dat is natuurlijk hartstikke veel geld nog. Dat soort bedragen zijn mogelijk, hè. Maar waar ik heen wilde met dat verhaal, waar wilde ik heen met het verhaal? Wat ik vooral interessant vind, is dat er een bonus bestaat binnen dit businessmodel. Dus even op het moment dat je je inschrijft. En laten we meteen even zeggen hoeveel het kost om in te schrijven, want dat is echt niet zoveel. Je moet voor 70 CV-punten, dat zijn punten, moet je producten bestellen op de website. Als je dat hebt gedaan, dan kom je in mijn All Access team, in mijn succesteam. En dan krijg je toegang tot alle coaching die Govee aanbiedt. Dus dan heb je tot een huddle. En ik denk dat sommigen van jullie denken, oh mijn god, dan moet ik weer door een huddle. Don't worry, maakt niet uit. Al kom je alleen maar naar mijn Telegram groep. Je moet eigenlijk alleen maar gewoon mijn instructies gaan volgen. En elke week zijn er meerdere live calls die gegeven worden door Sabia of door Caroline of door andere vrouwen uit de Academy. Waarbij je echt gewoon in de actie gezet wordt. Dus als jij je kan committen tot elke dag gewoon in mijn Telegram groep opdagen. En gewoon luisteren naar mijn instructies. Kan je hier echt heel succesvol mee worden. Wat wij niet gaan doen, tenminste in mijn team, focus ik me niet op het verkopen van producten.
Je mag dat erbij doen, tuurlijk, maar dat is niet mijn ding waar ik het sterkst in ben. Ik ben het sterkst in vrouwen coachen hier succesvol mee te worden. Of eigenlijk succesvol te worden met whatever ze willen. Maar jou coachen, daar ben ik het beste in. Ik ben echt een activator. Ik kan jou aanzetten. Ik zie altijd precies... Oké, toen ik nog vroeger bijvoorbeeld werkte als psycholoog, was ik ook voorzitter van de ondernemersraad. Ik wist niks van de details van die, van dat, dat je moest aan de koor en weet ik wat allemaal, boeken las ik nooit. Maar wat mijn gift is, ik kan een kamer binnenlopen en kijken, wat gaat hier mis? Waarom loopt het hier zo stroef? En dan kan ik tik, tik, tik zeggen, oké, dit moet je aanpassen om naar je resultaat te komen. Dat deed ik vroeger in mijn werk en dat doe ik nu nog steeds. Dus dat is wat ik jullie ga leren. En er is één bonus, die is heel interessant. Dat heet de 5x5 bonus. En dat betekent dat als jij 5 vrouwen kunt vinden die via jou instappen, dus die bij jou ook die 130 euro bestelling plaatsen, en jij hen weer gaat helpen ook 5 vrouwen te vinden, dan krijg jij van het bedrijf bovenop alle andere commissies standaard een bonus van $700. Nou, en wat heeft Angel, een van de andere CEO's, nou gezegd van de week tegen mij? Sof, speciaal voor jouw team gaan we, dat kan Maaike beantwoorden. Ik denk dat het per maand is of per week. Ik weet niet, Maaike, is dat per maand? Ja, per maand. Angel heeft gezegd, wat gaan we doen voor alle vrouwen die all-in willen gaan in oktober? Als ze dat halen, dat 5x5 doel, ga ik ze geen $700 geven, maar ik ga ze 50% extra geven. Dus ik ga ze €1,150 bonus geven. En dat weet je dus gewoon zeker dat je dat krijgt als je die 5x5 haalt. Nog bovenop al het andere. Maar het alle andere moet je even gewoon vergeten. Ik wil dat je voor jezelf gaat voelen van, vind ik het tof om €130 te gaan investeren, een maand lang me gewoon over te geven aan Sof, Maaike, Sabia, en me te laten leiden door vrouwen die al succesvol zijn. En te gaan zien wat else is possible. En dus die bonus van 1150 in ieder geval te gaan claimen. Ah, Sabia, je bent er. Gelukkig. Maaike, wat zou jij hierover... Als jij een advies zou mogen geven, wat zou jij hierover zeggen aan vrouwen? Ja, ik denk dat ik eerst even aanhaak op het stukje van wel of niet verkopen. Ik denk dat het wel mooi is, omdat zowel jij als ik, wij zijn denk ik echt vooral goed in de teambouwen kant, de business kant. Maar ik weet dat, dat er ook vrouwen zijn die het verkopen gewoon hartstikke leuk vinden. Ik weet dat Sabia ook hartstikke goed is bijvoorbeeld in verkopen en een combinatie maakt met beide. Ja. En dat dat voor sommige mensen juist ook heel erg goed werkt. Hè? Dus juist door het juist maken van klanten. Klanten die super blij zijn en tevreden met de producten, die en daar dus mensen uit te halen die ook weer in hun team willen en het in het verkopen. Dus misschien is het wel leuk om een klein stukje daarover te vertellen van. Zeker. Wat zijn dan die twee manieren? Ja. Wil jij dus bij Gofy, is goed. Ja, dus bij Gofy die hebben eigenlijk verschillende productsoorten in het assortiment. Dus daar zit eigenlijk voor iedereen wel iets tofs bij van waarvan jij denkt van dat is echt een tof product en ik ken wel een paar mensen die dat ook zouden willen. Ik ga nu niet helemaal de producten doornemen, want ik denk dat Sofie die informatie misschien wat makkelijker kan geven in Telegram. Of waar jullie in zitten. Maar als dan iemand via jouw link, dus iemand zegt van ik wil ook wel graag dat product voor afvallen. Of ze hebben een superfood koffie, ze hebben verschillende soorten producten. Dan kunnen ze die via jouw link bestellen. Stuur je ze een link, het bedrijfje hoeft niks in te kopen. Zij sturen het direct naar jouw klant, dus eigenlijk met een soort van dropshipping. En dan krijg je 25-35% commissie. Dus daar, als je goed bent in verkopen, zou je daar echt al een paar €1,000 per maand mee extra kunnen verdienen. Dus ik denk dat dat ook wel gewoon heel erg leuk is. Ja, mag ik daar één ding aan toevoegen? Mag er één ding aan toevoegen? Ja, want even voor mensen een beeld vormen. Op het moment dat jij dus die producten via mijn link bestelt, krijg je dus direct eigenlijk je eigen website. Zo moet je het zien. Je krijgt gewoon je eigen website. Daar komt je eigen naam te staan, je eigen foto. En je hoeft eigenlijk alleen maar die website met mensen te delen. En als mensen dan via jouw website kopen, dan krijg je dus al die commissie. En al een back-office wordt dus door het bedrijf zelf gedaan. Dus letterlijk, als jij straks bij mij voor €130 aan die producten koopt, dan heb je gewoon een eigen website met producten erop. Dus dat is alleen al, vind ik, heel vet. Dat wil ik ook nog even toevoegen. Ja. Ja,
zeker. Niet aan de romslomp die we bij ons eigen bedrijf hebben. Ja, gelukkig. Dus hier, website, daar, alles nodig. Ja, ja, en dan het andere stuk. En dat is waar ik me vooral op gefocust heb. Ik moet wel zeggen, ik heb in de eerste maanden heb ik ook producten verkocht. Omdat ik zelf iemand ben van, ik wil ook gewoon het beter kunnen leren aan de mensen die ik begeleid. Dus ik wil graag ook even weer helemaal erin duiken en kijken van, hoe slaan deze producten aan? Wat zijn de reacties van mensen? Dus ik heb de eerste 3 maanden ook de productverkoop gedaan, naast het team opbouwen. En ik denk dat ik vanaf mijn 4e maand de productverkoop dan losgelaten heb. En alleen maar bezig ben geweest met eigenlijk het teamopbouwstuk. Ja. Omdat daar zit voor mij de vrijheid. Hè? Dus daar zit een stuk passief inkomen. En dat echt het gevoel van gedragen worden en het samen doen. Ja. Dus je moet zo zien wat Sophie zei over die ene bonus. Er zijn nog eigenlijk beloond dit bedrijf jou voor het helpen van hun laten groeien wereldwijd. Hè? Want hun willen natuurlijk graag meer verkopen als bedrijf en zoeken daar meer verkopers voor. Dus wij worden eigenlijk beloond voor het aanbrengen van nieuwe promoters van dit bedrijf, die wij leren hoe ze dus deze producten verkopen of andere succesvolle verkopers weer aanbrengen. En daar krijg je commissies over wat jouw team doet. Dus je krijgt die ook niet betaald als je team niks doet, als je ze niet goed inwerkt, niet leert hoe ze dan daadwerkelijk succesvol worden. Ja, dan gebeurt er natuurlijk ook niks met jouw inkomen. Hè? Maar onze missie is natuurlijk om iedereen te helpen. Hoe kan je hier geld mee verdienen? En dan word je beloond door het bedrijf met commissies over de verkopen uit je team. En dan krijg je uiteindelijk natuurlijk een duplicatie. Hè? Dus ik heb bijvoorbeeld Sabia, die zit in mijn team. En zij heeft Sophie weer ingeschreven. En dan uiteindelijk krijg je natuurlijk een enorm team wat ontstaat. Waardoor je uiteindelijk op de lange termijn passief inkomen opbouwt. Dus dat is waar ik me het meest op gefocust heb en wat is waar Sophie nu ook op focust. Ja, inderdaad. Voordat we verder gaan hierop, is dit stukje duidelijk? Of denken jullie van, ik snap er helemaal niks van? Even kijken. Mindy zegt, het is duidelijk. Mindy zit gelukkig ook al in mijn team. Manon zegt duidelijk. Yes, Julienne, Angela. Oké, dit is een duidelijk stuk. Oké. Wat is nou een vraag, jongens, die jullie nog heel erg hebben? Wat komt er in je mind nu nog naar boven wat jou een soort van tegenhoudt om te denken van, ik ga zo meteen gewoon voor die €130 instappen? Wat is de eerste belemmerende overtuiging die nu naar boven komt? Ik ben wel even benieuwd. Zet het gewoon eerlijk in de chat. Dan kunnen we daar... Het werven van mensen. En wat zegt je mind dan, Nicole? Dat je dat niet kan? Wat zegt je mind? Deborah zegt, ik verdien niks met de Pia. Waarom zou dit wel werken? Kan jij daar iets over zeggen, Mike? Dus iemand heeft gezegd van, ik zit al in de Passief Inkomen Academy. Dat heb ik al geprobeerd. Daar vind ik niks van. Of daar lukt het me niet. Waarom zou dit wel werken? Ja, ik denk dat we uiteindelijk alles kunnen laten werken. Dat is in ieder geval een persoonlijke mening die ik heb. Alleen, weet je, het ligt er ook aan, wat is jouw startpunt? Hè? Dus als je natuurlijk een nieuw, bijvoorbeeld, je doet dit vanaf een nieuw Instagram account, je moet helemaal vanaf nul beginnen. Dat kost gewoon tijd. Het kost tijd en dagelijkse effort voor jou, van jou, om jouw profiel te laten groeien, maar ook mensen jou te laten leren kennen en een vertrouwensband met hun op te bouwen. Ja. Hè? Dus ik weet zeker dat iedereen alles werkende kan maken. Maar ja, bij de een gaat het sneller dan bij de ander. Omdat het ook afhangt van, waar sta jij nu? En ik denk ook, in hoeverre ben je bereid om uit je comfortzone te gaan? Want ik denk dat het heel belangrijk is. Kijk, bij de Passief Inkomen Academy focussen we ons eigenlijk uitsluitend op Instagram. Instagram groei. Dit kun je eigenlijk verkopen... eigenlijk wat je moet doen is gewoon bedenken, ken ik 5 mensen in mijn omgeving die ook interesse hebben bijvoorbeeld in het verdienen van passief inkomen? En ik ken letterlijk, kan ik zoveel mensen bedenken, je kan denken aan moeders op het schoolplein, vriendinnen, oud-klasgenootjes. Dus het vraagt ook van, in hoeverre ben je een beetje bereid uit je comfortzone te gaan? En het leuke is ook, jij kan nu waarschijnlijk die mogelijkheden nog niet eens zien. Maar ik ben erachter gekomen dat zodra je hier instapt, deze dames hebben zoveel ervaring. Elke dag gaan er nieuwe luikjes in mijn hoofd openbreken. Oh, wacht even. Dat zou ook kunnen. Oh, wacht even. Weet je, in mijn hoofd, je doet eigenlijk altijd wat je gewend bent te doen. Dus ik doe mijn mailinglist, ik doe Instagram. Oké. Okay. Maar Sabia zegt, maar Sof,
er zijn zoveel meer mogelijkheden. Je kunt ook hier aan denken en hier aan denken en hier aan denken. Oh ja, vind ik wel eng, vind ik wel spannend. Is niet in mijn comfortzone, ik hou er niet van. Maar het kan wel, snap je? Dus als je bereid bent uit je comfortzone te gaan, en daar ben ik natuurlijk voor om je daarin te coachen, dan kun je, weet ik eigenlijk zeker dat iedereen die hier aanwezig is, 5 mensen kent in zijn leven die op zoek zijn naar passief inkomen. Dus ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dat dit businessmodel, niet zoals de Passief Inkomen Academy, echt helemaal reliable, afhankelijk is van Instagram. Het gaat vooral over, weet je, je kan ook naar de kapper gaan. En bij de kapper een gesprek erover aangaan. En een klant vinden, snap je? Dus dit kan letterlijk op elke manier. Dus ik denk dat dat ook heel, heel belangrijk is. Mag ik ook een vraag stellen? Ja, zeker. Ja. Oh, wauw. Oh, wow. Horen jullie dat ook? Of, Ja, dat horen wij ook, ja. Oh, wauw. Ja. Ik ga zo een nieuwe laptop halen. Maar wat ik wou zeggen is, wat ik heel mooi vond, was het besef, wat heel veel mensen trouwens niet hebben, is wat hebben we nou eigenlijk? Ja. Dit is niet een passief inkomen alleen wat je aanbiedt, maar dit kan zo breed. Dat is wat mij aantrok. Want je kan dus mensen benaderen die een webshop hebben. En met een simpele klik voegen ze een hele productlijn toe. Je kunt mensen benaderen die een eigen webshop zouden willen starten zonder alle kosten die erbij komen kijken. Met 1 simpele klik. Voilà, ze hebben een kant-en-klare webshop. Je kan mensen benaderen die altijd affiliate links sturen, die tunnels van die funnelsystemen hebben. Hier, je stuurt ze een link, ze hebben een heel funnelsysteem, want dat hebben wij ook bij Govee. Er is heel veel meer mogelijk dan jij denkt, dan het standaard netwerkmarketingprincipe. Want wij zijn geen netwerkmarketingbedrijf, we zijn een e-commerce bedrijf. Ik zie in de chat al een aantal mensen die dan zeggen van, hé, ik heb al ervaring met MLM, et cetera. Dit is dus heel iets anders. Alleen een van de verdienmodellen is een netwerkmarketing verdienmodel. Maar het werk zelf dat wij doen is geen netwerkmarketing. Wij kunnen dus letterlijk makkelijk, als je geen team hebt, dat is wat Maaike al zei, we hebben topverkopers. Mensen die helemaal niet willen bouwen. Onbewust gaan ze toch bouwen, want zij verkopen. Ze verkopen fantastische producten. En tussen die mensen zitten er altijd mensen die zeggen van, oh, maar dit wil ik ook promoten. Oh, dit vind ik eigenlijk ook wel interessant. En hoppa, zonder dat ze er erg in hebben, hebben ze een team opgebouwd van promoters. Het is niet verplicht, maar het is wel super interessant. En als je echt geld wilt verdienen, dan moet je daar echt aan gaan denken. Maar het is niet verplicht. Dus weet dus dat je niet vastzit aan bepaalde dingen. Je kan stoppen wanneer je wil. Maar wat ik ook heel interessant vind, is je hoeft niet aan een dood paard te trekken. Laat maar los. Er zijn genoeg mensen die dit willen. Want iemand in de chat die zei ook van, hè, dan moest ik er constant mee bezig zijn. Je hebt een community van echt vrouwen die duizenden en duizenden en duizenden en duizenden euro's hebben betaald om trainingen te volgen, om gecoacht te worden. Dat hebben wij gebundeld en dat hebben wij samengevoegd in een Huddle Academy, waar jullie gewoon gratis toegang toe krijgen. We hebben wekelijkse Zooms waar je training tot krijgen. En we hebben werksessies, dat zijn blitzsessies. Daar gaan we met z'n allen, als je wilt, alles is vrijblijvend, aan de slag. Je krijgt 1-op-1 start-up gesprekken om te bepalen op wie jij je gaat richten. Dat soort coaching is normaal gesproken best wel veel geld waard. Dat krijgen jullie allemaal gratis erbij als je al ingaat met Sophie. Dus dat wilde ik nog even benadrukken, want heel soms beseffen mensen dat niet. Hè? Pardon, de waarde daarvan. En omdat ik natuurlijk al best wel lang online marketing doe, weet ik wat dat kost. Het kost gigantisch veel geld. En hoe mooi is het dat je dit kan aanbieden ook in combinatie met de Academy die, waar jullie allemaal zitten bij Sophie. Of met een ander coachingstraject wat jullie nu al doen. De waarde daarvan moeten jullie even proberen nog in te zien, denk ik. Ja. Het is echt amazing. Nou, ik heb in ieder geval super veel zin om jullie met jullie te gaan werken. Want tot nu toe heeft Sophie allemaal mensen voorgedragen die lekker al ingaan, lekker ondernemende mindset hebben. Ja. Dat vinden jullie echt sowieso een hele leuke doelgroep. Ja, zeker. En wat ik ook leuk vind van Jinx, zegt, krijg je eventueel ook begeleiding in die voor mij nieuwe manieren van verkopen. Ik vind zo'n funnel namelijk mega interessant. En dat vind ik dus zo leuk om te zeggen, Jinx. Als je dus in de 130 functie stapt, hè, dan kom je in mijn succesteam. En hoe ik werk, is dat iedereen die serieuze inzet toont, die begeleid ik ook echt intensief. Dus voor jou, Jinx, wij gaan gewoon een call plannen. Dat doen we samen met Sabia, want Sabia is daar super goed in. Die gaat gewoon meekijken met jou, samen met mij, van oké,
Waar ga jij van aan? Want er zijn, Sabia noemt nu 1 of 2 manieren, maar er zijn wel 10 manieren die je zou kunnen bedenken of 10 invalshoeken. Sabia heeft nu volgens mij ook weer contact gehad met sporters, weet je wel. Zij is zo slim. Zij bedenkt zoveel interessante dingen. Gisteren had ik haar op de app, zat ze bij een opening van een haarsalon. Zegt ze, ja, ik heb de eigenaar, die gaat nu ook Govi erbij. Zij snapt zo goed, zij ziet overal, ziet zij business. En wat we dus gaan doen op het moment dat je in de all-in gaat, is dat je samen met mij en Sabia een call gaat kijken om te kijken, oké, hoe kun jij dat gaan doen? Ik zeg er wel bij, ik geef die optie alleen aan degene die ook echt inzet tonen. En ik wil ook tegen iedereen zeggen, als je te veel in je mind zit, moet je niet in mijn team komen. Want ik hou van vrouwen die go-getter zijn. Ik wil vrouwen die op hun gevoel vertrouwen en die dat stemmetje in hun hoofd kunnen negeren. Ik heb ook heel vaak 100 vragen. En dan denk ik, is niet belangrijk. Het interesseert me niet. Het interesseert me niet precies de exacte details. Ik wil gewoon weten, ik weet waar ik heen wil. En ik wil gewoon van Sabia en van Maaike en van Caroline weten, wat moet ik doen? Elke dag vraag ik gewoon letterlijk, wat moet ik nu doen om daar te komen? Wat is mijn volgende doel? Stap voor stap. En dan zegt ze gewoon, ik wil superstar worden in de maand oktober. Oké, dan is dit je doel voor deze week. Oké, dan gaan we aan de slag. Hoe ga je daar komen? En dat ben ik ook bereid. En Sabia, wij zijn ook bereid dat met jou te doen. Maar dan moet jij wel die visie hebben. Dan moet jij wel zeggen, oké, je moet wel coachable zijn. Dat is het eigenlijk. Je moet coachable zijn. Als je coachable bent, is de sky the limit. Maar als je bij elke vraag of elke ding wat wij zeggen een wedervraag gaat stellen, dan ben je eigenlijk niet zo coachable. En dat heb ik ook gezien van de vrouwen die al all-in zijn gegaan. Dat zijn vrouwen die met super weinig informatie zijn ingestapt. En die nu letterlijk al sales aan het doen zijn. Letterlijk. Die zijn nu al mensen aan het inschrijven. Omdat ze gewoon doen wat ik zeg. Dus dat is denk ik ook even heel belangrijk om dat heel helder te hebben. Wat voor soort mensen succesvol worden hiermee? Zijn er mensen die gewoon gaan en niet te veel overdenken? Overdenken is echt de killer van all dreams. Oké, even kijken hoor. Maaike, kan jij ons nog even iets meer vertellen over wat het voor jouw leven heeft betekend nu je die stap hebt genomen? Want je zit in Thailand. Hoe kan dat? Want je hebt kinderen. Hoe doe je dat? Hoe gaat dat? Vertel ons eens. Nou, ik heb eigenlijk altijd de droom gehad om met mijn kinderen de wereld over te reizen. En ik zei altijd van, dat als mijn kinderen straks, ik heb 3 kinderen, waarvan 2 hebben een andere vader. Dus dat zijn de oudste, die zijn nu 15 en 16. En ik heb nog een meisje van 9. Dus ik had altijd een soort van in mijn hoofd van, als die oudste 2 18 en 19 zijn, dan kan ik eindelijk mijn andere kind inpakken en de wereld overgaan. En dan gewoon heel praktisch, hun vader wil niet dat ik zijn kinderen meeneem de wereld over. Ja. En van die jongste wel, ja. Dus eigenlijk kwam deze opportunity op mijn pad, nadat ik dus begin vorig jaar een nieuw vision board maakte, maar ook de realisatie. Ik weet nog dat ik op Facebook postte van, wow, realisatie. Van over 3 jaar, dan is mijn dochter 18. En ik heb gezegd van, dan ga ik de jongste inpakken en dan ga ik de wereld overreizen. Dus ik heb nog 3 jaar om mezelf financieel vrij te spelen. En dus ook echt het gevoel te hebben van, oh ja, ik kan ook echt relaxed de wereld overreizen. In plaats van die zware business meeslepen. En nog geen 2 weken later kwam dit op mijn pad. En ben ik natuurlijk al ingegaan. En in plaats van dat het 3 jaar duurde, ja, was ik eigenlijk binnen 5 maanden was ik op het punt dat ik financieel gewoon echt de vrijheid en de ruimte had om rustig de wereld over te kunnen reizen. En uiteindelijk hebben we eigenlijk alles, is mijn hele leven een soort van in 1 jaar quantum lift veranderd. De oudste 2 zijn bij hun vader gaan wonen, want die wilden gewoon echt, die willen gewoon naar school, die willen een opleiding, die willen een baan. Die zijn niet zoals mij, niet zo avontuurlijk. En zij zijn daar gaan wonen. En ik ben met mijn jongste dochter bijna 10 maanden aan een stuk door op wereldreis geweest. Wel met tussenpozen terug in Nederland voor mijn andere kids. Was eigenlijk een soort van, die droom die ik altijd zag voor later. Nou, die was ineens, was daar. Dat is nu nog steeds zo. Nu is het net weer een beetje veranderd. Mijn leven verandert altijd. Dus elk jaar dat je met me spreekt is het weer anders. Want nu ben ik alleen in Thailand. Ik ben nu 6 weken aan het trainen in een Muay Thai kamp.
om te werken aan mijn fit goals en mijn gezondheid. Die echt wel te lijden gehad heeft, ook onder mijn zware bedrijf en 3 kinderen en alle stress. En mijn jongste dochter die wilde weer heel graag terug naar school. Maar zij zit op een particuliere school, waar we nog steeds de vrijheid hebben om haar mee te nemen op reis wanneer wij willen. Dus zij gaat de volgende reis, in november gaat ze weer mee 6 weken naar Curaçao. En hebben we eigenlijk een mooie balans gevonden met ja, wat zij eigenlijk wil. Want zij wil ook heel graag reizen, maar het liefst de helft van het jaar en de andere helft van het jaar graag met haar vriendinnen op school zijn. Ze zit dus nu eigenlijk daar op een speciale particuliere school voor in Nederland. Hè, die ja, we ook kunnen betalen, gewoon letterlijk, omdat ik zo goed verdien. Dus we hebben, ja, nee, ja ik zit hier met mijn kokosnoten en ik kan toch wel echt wel een soort van voelen van wow, oké. Okay. Dus het begint wel te voelen als, oké, okay, I'm living the dream. Dat wat ik altijd gezien heb, wat ik graag wilde, waarvan ik dacht van, oh ja, daar word ik gelukkig van. Ja, I'm living it now. En daar, dat is toch echt uiteindelijk waar we geld voor nodig hebben. Ja. Maar ook vrijheid. Dus ik denk dat het stukje, ja, ook gewoon het passieve inkomen. Want met mijn bedrijf verdiende ik ook 6 figures. Ja. Maar dan had ik nu niet zo relaxed hier kunnen zitten op het strand. Nee. Dat was echt anders. Ja. Hey, en voor de vrouwen die zeg maar nog, ik zag Risma bijvoorbeeld iets zeggen van ik heb een diepe overtuiging over geld, dat het slecht is. Heb je daar nog iets over te zeggen? Want ik weet dat wij ook onze eigen struggles met geld hebben gehad. Wat heb je daarover te zeggen? Ja, geld staat voor mij eigenlijk gelijk aan vrijheid. En ik heb zelf ook ontzettend veel werk daar inderdaad aan moeten doen. Om mijn money mindset te shiften. Vooral het mezelf waard vinden. Ik had enorme struggles met zelfliefde en eigenwaarde. Ik moet wel zeggen, ik heb geld nooit iets slechts gevonden. Omdat ik wel altijd zag van, hey, dat is eigenlijk je ticket to freedom. Dat als je geld hebt, dan kan je eigenlijk echt keuzes maken. En zo zie ik het. Van, geld is letterlijk keuzevrijheid. En weet je, uiteindelijk als kan geld slecht zijn in de handen van mensen die slechte dingen doen. En geld kan goed zijn in de handen van mensen die goede dingen doen. En ik... Nou, ik denk dat ik er wel goede dingen mee doe. Dat zou ik echt shiften. En geld gewoon gaan zien voor wat het is. Het is letterlijk gewoon energieuitwisseling. Ik verdien geld en ik verdien dit geld. Omdat ik zoveel andere mensen help met hetzelfde bereiken. En ik denk dat het ook wel juist heel erg mooi is aan deze business. Is dat je eigenlijk niks verdient op het moment dat je andere mensen niet helpt. Dus de enige manier om echt die 6 figures te kunnen verdienen. Dat betekent dat je een hele grote positieve impact aan het maken bent op het leven van anderen. Want anders dan kan je dit niet bereiken. Ja, en dat vind ik nog wel mooi om toe te voegen. Kijk, normaal gesproken als jij een training koopt. En dat is natuurlijk zelf zo met mijn Passief Inkomen Academy. Ik sta hartstikke achter mijn product. Maar je koopt dat product en je moet daar zelf doorheen. Je moet zelf de discipline vinden om daar doorheen te gaan en dat te volgen. En het je eigen te maken. Je betaalt 1 bedrag en je krijgt een cursus en dat is het. Dat is heel vaak zo. Het verschil hier is dat je koopt voor €130 aan producten. Die krijg je thuisgestuurd, die kun je gaan testen. Daarnaast ontvang je dus al die training en coaching. Wat echt letterlijk inderdaad coaching is waar ik gerust €10.000 per maand voor zou willen betalen. En het voordeel daarvan is, deze mensen, ik, Maaike, Sabia, wij allemaal, wij moeten dat, nee, we moeten natuurlijk niet, maar we moeten het ook wel doen, want als wij het niet doen, we zijn een team. Dus in een team moeten alle wieltjes goed draaien om het voertuig naar voren te laten gaan. Dus ik kan niet zeggen van, nou ja, lekker, ik heb gecashed. Ik heb trouwens niet gecashed, want het geld gaat niet direct naar mij. Jullie betalen GoFi en ik krijg daar een percentage van. Maar ik kan niet zeggen, oh, ik heb lekker gecashed. Laat maar eens, weet je, ik besteed er geen aandacht aan. Nee, maar dat is ook niet wat ik wil. Ik wil mensen oprecht helpen hier succesvol mee te worden. Dus het feit dat het juist afhankelijk is van beloningen, werkt mega motiverend voor mij. Want dat maakt namelijk dat ik constant op zoek ben van, oké, wat kan ik nog meer uit mijn comfortzone doen om deze dames te helpen? Het activeert enorm. Dus ik denk dat dat ook een hele goede is om te onthouden. En wat ook leuk is, kijk, het is natuurlijk niet zo dat je de hele dag dan aan het coachen bent. Dat is niet het geval. Je gaat gewoon op zoek naar jouw team en je gaat met die vrouw aan de slag op een manier dat voor jou werkt. Maar ook die trainingen, ik hoef dat niet allemaal te doen. Sabia geeft elke week trainingen. Caroline, iedereen geeft trainingen in de week.
En dat zijn gewoon trainingen waar jullie allemaal bij aanwezig mogen zijn. Dus bijna elke dag is er wel een training waar jij op aan kan gaan, snap je? Dus je hoeft niet zelf dat allemaal te gaan doen. En ik denk dat dat ook heel fijn is. En op het moment dat ik een keertje... Sabia heeft bijvoorbeeld 2 jongens die astmatisch zijn. Als zij naar het ziekenhuis moet voor haar jongens, dan weet zij, ik heb een team die dat opvangt. Als Maaike met iets zit en ze kan even niet aanwezig zijn, dan weet ze, ik heb een team die dat opvangt. En dat is denk ik ook even... Ja, ik denk dat eigenlijk deze hele discussie die we... Nou, we hebben niet echt een discussie, maar gewoon het feit dat we het hier over een bedrag hebben van 130 euro. Terwijl je dit allemaal krijgt. 130 euro is 1 etentje, jongens. Dus ik snap eigenlijk niet eens... Ik bedoel, als ik 1 keer uit eten ga bij Orbit, betaal ik 130 euro. Dus je moet er ook een beetje zo naar gaan kijken. Het zijn 3 dagen boodschappen of 2 dagen boodschappen. En daarvoor kan je je hele leven een andere wending gaan geven. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om er zo naar te gaan kijken. Deze call kun je daar doorsturen naar Leeds Karin. Dus ik denk dat dat was wat ik nog wilde toevoegen. Eén vraag nog van Nicole, die zegt, ik moet dus werken omdat ik nog in loondienst ben. Kan ik dit? Heb ik dan wel genoeg tijd om te investeren in GoVM? Misschien, Sabia, is dat iets wat jij ook goed kan beantwoorden? Want jij kan daar ook wat over zeggen, toch? Ja, als er iemand druk is, dan ben ik het. We hebben allemaal, heel veel vrouwen binnen deze business, hebben een coachingsbedrijf of iets anders. Super druk, we hebben mantelzorgers, noem het maar op. Juist, we hebben onze trainingen zijn zo ingericht dat je dat op jouw eigen tijd kunt doen. Je kunt op jouw eigen manier en afhankelijk van hoeveel tijd jij erin wilt steken en kunt steken, kun jij deze business opbouwen. Dus dat is het fijne hiervan. Als jij 1 tot 2 uur per dag inzet in het begin, dan kun je echt een goede start maken. Want zoals Sophie dat net al zei, heel veel is al uit handen genomen. Heel veel wordt al gedaan voor ons. Dus ook voor mij soms. Dus je hoeft niet alles op te zetten. Je hoeft bij nul te beginnen. Je krijgt kant-en-klare systemen. Ook alleen al aan deze Zoom. Jij zou hier dus ook mensen voor uit kunnen nodigen. En Sophie en Maaike doen het woord voor jou. Al die presentaties, we hebben alles kant-en-klaar. Daarnaast hebben we ook een Facebookgroep waar we al onze producten en ervaringen delen. Dat zijn allemaal tools die jij kunt gebruiken die ervoor zorgen dat jij niet zoveel tijd erin hoeft te steken. Dus je gaat om tafel, je zegt tegen Sophie, Sophie, ik heb 1 uur per dag, 2 uur per dag. En dan kijken we van, wat kan jij binnen dat uurtje doen? Dus daar hoef je echt geen zorgen om te maken. Ja, ik denk dat het vooral begint bij de eerste vraag waar Maaike mee begon. Iemand heeft zijn microfoon aan. Waar Maaike mee begon. Wil je all in gaan op je droom, denk ik? Ik denk niet eens zozeer op de vraag op dit businessmodel. Wil je all in gaan op je droom? Wat is nou een droom die je al zo lang hebt? En ik ben erachter gekomen dat heel veel vrouwen, en dat heb ik ook gehad, dat je op een gegeven moment niet meer gelooft dat jouw droom kan gaan gebeuren. Dat je denkt, ja, maar ik droom hier al zo lang van. Ik geloof eigenlijk niet meer dat het kan. En die realisatie had ik een paar dagen nadat ik hiermee ben begonnen. Maurice en ik en Zootje waren aan het fietsen door Buitenveldert. En we kwamen daar in een hele toffe villa-wijk. En die villa, dat weet Maaike misschien nog van toen ze begin bij mij kwam coachen. Die villa heb ik het al over. Sinds 2017 wil ik dat al. En ik heb superveel gemanifesteerd de afgelopen jaren. Maar ik woon nog steeds in mijnzelfde huis. En opeens dacht ik, en ik weet dat ik een maand voordat GoVie op mijn pad kwam, tegen het universum heb gezegd, oké, ik vind het super spannend, maar ik wil nu echt voor die villa gaan. En opeens realiseerde ik me, ja maar Sof, dan moet je dus ook echt iets heel nieuws gaan doen. En dat is dit. Ik vond het echt geen comfortabel besluit. Ik dacht echt van, nee, 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 nee. En Maurice ook, ga je nu dit, Ik zeg, nee, trust me, trust me, trust me. Ik heb een vraag uitgezet naar het universum. Dit is op mijn pad gekomen. Ik vind het super eng. En juist omdat ik het zo eng vond, dacht ik, ja maar Sof, denk je dat je vanuit je comfortzone, nu, je hebt het al 7 jaar geprobeerd die villa te manifesteren vanuit je comfortzone, denk je dat je daar nu echt vanuit je comfortzone gaat komen? Nee, daar kom je niet vanuit je comfortzone. Dus ga iets doen wat niet comfortabel voelt. Dus ik denk, ik kan me niet voorstellen dat het voor één van jullie gaat over de investering. Want die 130 euro, wat ik zeg, dat is 2 keer boodschappen doen. Dit gaat over, durf je ja te zeggen tegen jouw droom? En dat is super spannend, super eng, maar samen is het wel een stuk minder eng.
En je zult ook zien dat het echt, weet je, kijk naar Maaike, het is in een hele korte periode gebeurd. Ik moet soms bijna overgeven als ik denk, omdat ik voel dat het ook gebeurt. Het is ook heftig. Roos, ik weet niet of Roos nog in de call zit, maar die heeft ook beschreven, weet je, wat er fysiek, het is echt intens. Maar dat is, als je zwanger bent, is het ook niet comfortabel. Ik was de eerste 3 maanden super ziek. De laatste 3 maanden was ik een, oh, ik was 30 kilo, hield ik vast aan vocht. Mensen keken naar me en dachten, oh mijn god, hoe overleef je dit? Weet je, mijn voeten waren olifantenklompjes. Dat was echt niet comfortabel. Maar tuurlijk had ik het daarvoor over, want ik heb een prachtige dochter gekregen. En had iemand van tevoren gezegd van, ja, Sophie, je bent 9 maanden ziek. Wil je het dan nog steeds? Ja, tuurlijk wil ik het nog steeds. Ik wil toch mijn kind? Ja, dan zie ik maar 9 maanden even af. Ik wil mijn dochter, snap je? Dus ik denk dat, dat dit eventjes een goede afsluiter is hiervoor. En ik wil Maaike super bedanken voor haar inspirerende verhaal. Want ik vind het echt heel inspirerend. Ik denk dat het vooral heel inspirerend is voor alle moeders hier. Dat ze een moeder zien die echt ook heel erg haar eigen pad volgt. Want er zullen superveel mensen zijn die daar ook iets van vinden. Hè? 6 weken alleen in Thailand zonder die kinderen? Wat? Weet je, dus ze laat ook zo zien van je kunt je eigen pad bewandelen. En dat is de omgeving van vrouwen waar je in terecht gaat komen op het moment dat je ja hier tegen zegt. Dus, lieve schatten, als je voelt van ja, ik ben klaar om ja te zeggen tegen die droom, hoe spannend ik het ook vind, dan stuur je mijn appje al in. Dan stuur ik je de instructies en dan gaan we aan de slag en dan gaan we er iets super, super moois van maken. En Sabia, jij ook super bedankt dat je even je aanvulling kwam geven. En dan zie ik jullie in de chat als jullie vragen hebben. Oké, weet iedereen mijn telefoonnummer? Ik stuur het nog even 1 keer 0627-57333. Ik heb 4-3 op het einde. Die vond Maaike heel mooi. Ik ook. Toen ik in de winkel stond, dacht ik, oh my god, ja, dat nummer wil ik. ja, Lisa, als iemand nu via jou al in wilt stappen, moet ik jouw app. En dit is zo leuk, hè. Lisa zit al in mijn succesteam. Zij heeft een lead uitgenodigd in deze call. Als die lead nu zegt, ik wil al in, gaat dat via Lisa, snap je? Dus ik geef hier wel de call, maar Lisa, die is degene die hem gaat inschrijven, snap je? Dus wij gunnen elkaar hier alles, want we zitten in 1 team, oké? Okay? Dus Lisa, ik zie jou in de app, dan ga ik je daarbij helpen. Oké, okay. Ciao ladies, dank jullie wel en heb een hele, hele, hele fijne zondag, oké? Okay? Ciao, ciao!